Nou jongens, het gaat echt weer helemaal fout. Oh my god, hoe lekker ziet dit eruit. Hey, maar ik heb echt de ziekste mental breakdown ever gehad deze ochtend. Lekker op date night. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagavond alweer. Ik heb deze dag even een off day gehad. Ik was gisteren namelijk naar Lentkabinet, naar festival. En ik was vandaag echt mega brak. Dus ja, ik heb niks gedaan. Ik ben even naar de McDonald's geweest. Een paar meiden en vrienden. En verder geen reet uitgevoerd. Maar weet je, dat soort dagen horen er ook bij. Ik ben nu nog bij Stan in Nieuwkoop. Ze zijn wel in aan het werk. Maar die komt zo thuis. Ik ga morgen naar Amsterdam. Ik ben hier echt fucking lang geweest. Echt op vrijdag. Ja, op vrijdagmiddag. Het is even een leuk gezellig weekendje hier. Maar prima. Ja, dat is zo raar. Het is vandaag Pinksteren. Dus dan is het een soort van vrije dag. Het voelt als een soort weekend. Maar het is geen weekend. Het is eigenlijk gewoon maandag. Dan begin je eigenlijk je week. Heel raar, maar goed. Maakt niet uit. Het festival was overigens wel echt ontzettend leuk. Echt heel leuk gehad, echt waar. Dus daar ben ik blij mee. En ja, ik ga nu lekker een avondje helemaal niks doen. Goedemorgen maal, het is dinsdag. Ik heb vandaag nog niet gevlogd, maar ik heb een hele leuke dag. Ik ben namelijk met mijn schoonzus en we zijn in Chinatown. En zij is een Chinees, dus zij is mij helemaal aan het laten zien wat ik allemaal doe. We zijn nu bij een restaurantje en dan gaan we lekker eten. Dus ik ga jullie zo meteen laten zien wat we hebben en ik zal het even voor jullie proeven. Maar helemaal gezellig. En we zijn ook lekker met de baby. Oh my god, hoe lekker ziet dit eruit. What is, this is the... Duck and soy sauce chicken on thick vermicelli noodles. Yeah. And then this has crispy pork, char siu pork, and also duck. Ooh, heel lekker. Eet smakelijk. Nou guys, ik ben terug van sport. Ik heb mijn haar even in een masker gezet. En ik ga nu een soort noodles maken wat ik op een TikTok recept zag. Wat was dit? Is het populairste gerecht van heel 2023. Althans, volgens de New York Times. Het heeft 5 sterren en meer dan 5000 reviews. Dus ik heb getest. Nou, dat ga ik dus maken. Gochujang noodles. Helemaal lekker. Ik heb eigenlijk wel een pan nodig. Die ik eigenlijk gebruik. Dus even schoonmaken. Even schoonmaken, weet je wel. Nou, ik ga gewoon spaghetti gebruiken. En ik heb dus dit. En dit is een spaghetti meter. Dus 1 rondje. Dit voor 1 persoon, 2, 3, 4. Dus dan pak je zo'n beetje spaghetti. En dan zou dit. Meer dan. Dus nog meer. En zo. Dus precies dit. Hoe moet je dit doen dan? Dit zijn we nieuw. Ik denk dat we helemaal shit. Ja, kijk, dus je moet van het bovenaf doen en dan dit dus niet. En dan is dit dus genoeg voor 1 persoon. Ik vind het best veel. Maar we doen het gewoon. Gaan we even de noedels koken. Of nou ja, noedels. Waar gaat die dan? Zo, vandaag was zo'n leuk dagje. Gezellig met mijn schoonzus. Niet normaal. Zo'n liever. Dat is echt... ongelooflijk. Ik heb geen deksels meer. Nou. Maar het is zo een lieverd. Echt heel gezellig. Mijn licht. Nou, ik ga even koken. Lekker geoliedjes, maar ik kom weer niet terug. Alrighty, ik heb hier de, ja, wat zijn het? Noodles, pasta, spaghetti, something in between. Ik weet het niet. Het schijnt heel lekker te zijn, dus we gaan het proberen. Het ziet er eigenlijk een beetje saai uit. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd. Het is echt heel lekker. Het is pittig, maar zoet. Maar ook een beetje zuur. Knoflook. Ja. Het is zeg maar
Geen pasta en geen noedels. Als ik moet kiezen, is het wel meer Asian door de gochujang. Er zit dus honing, gochujang en rijstazijn in. Boter, knoflook en bosui. En dat is het eigenlijk. Echt heel makkelijk. Mmm. Ja, een smaak dat je hem niet snel eet. Very good, very nice. Grappig. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Zeg maar, die combinatie van rijstazijn, gochujang en honing is echt heel raar, maar... Een soort aglio olio pasta, maar dan in een Asian stijl. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Funny. Ja, ik zou het niet zo als avondeten nemen, want het is helemaal geen groente en geen proteïne en geen vlees. Of, nou, ik weet niet helemaal wat het is, maar ik had niet mega veel honger, dus ik dacht... Ik maak het wel. Nou, grappig. Een heilgale goede middag. Het is alweer middag. En kijk hoe leuk matchie ik ben. Ik ben nu al helemaal blij. Maar ik heb echt de ziekste mental breakdown ever gehad deze ochtend. Ik werd echt... Ik schrok wakker om 10:30. Nou, dan begint je dag gewoon al kut. Toen heb ik echt 3 uur lang op deze bank gezeten. Een beetje TikTok geëdit, content aangeleverd. Maar ik voelde me gewoon... Zo kut of zo. Ik weet niet. Ik had echt helemaal een soort dipje. Toen dacht ik, oh wacht, dit gaan we gewoon echt even niet doen. Life is too short for being too sad, honey. Dus toen ging ik lekker even me omkleden. Ik heb een sportlesje geboekt. Ik ga me nu even lekker opmaken om me goed te voelen. Ik heb lekker muziekje aangezet, even wat gegeten. Want ja, hier gaan we natuurlijk niet aan beginnen. Daar hebben we helemaal geen zin in. Ja, niets is wat het lijkt. Ik heb gewoon een kutochtend gehad en nu lijkt het helemaal blij. Maar ik ben opeens ook weer helemaal blij. Dus ja, ik ga me even snel een TikTokje filmen met Get Ready With Me. En we gaan gewoon lekker sporten. Oh my god, ik was maar aan het klaarmaken. Helemaal fliek. En toen ging de deurbel, want mijn nieuwe parfumado's zijn binnen. Jullie weten, ik ben echt al jaren fan van parfumado. Ik gebruik het ook al jaren. En het is eigenlijk het enige wat ik gebruik. Ik heb al mijn hele omgeving ermee geïnfluenced. Ik zit altijd op een festival van een feestje met een parfumado en zit iedereen, oh my god, dit is zo handig. Maar als je het niet kent, parfumado is een parfumabonnement. Voor €15,95 een parfum krijgt waar je precies een maand mee kan doen. Je kan elke maand van parfum wisselen, je kan nieuwe parfums ontdekken. Je zit niet met grote flessen parfums die letterlijk nooit opgaan, die je zat raakt. En ja, ik vind het gewoon dus gewoon echt de uitvinding van eeuw. Ik heb weer nieuwe geurtjes, die ik ga even lekker met jullie testen. Hoe cute zijn ook deze verpakkingen. Dit zijn dus de travel cases. Echt heel leuk. Maar nou heb ik iets leuks voor jullie. Want met Verwoerd 50 kan je de eerste maand met 50% korting proberen. Dus kan je even kijken of het wat voor je is. Linkje zal in de beschrijving staan. En dan kan je hem dus voor €8 de eerste maand uitproberen. En dus kijken of het wat voor je is. Ik ga even kijken welke parfummetjes ik heb. Oh ja, dit zijn eigenlijk 3 favorieten die ik al ken. Dus weet je niet wat je wil, probeer een van deze uit. Een van degene waar ik de meeste complimenten ooit op heb gehad is deze. En... Ja, het klinkt... Ik ken hem niet. Ik dacht, ik ga hem gewoon random bestellen. Dat is deze. Oh, en deze parfum is zo lekker. Gewoon... Hij is super fris, lekker alledaags. Ja, hij ruikt echt super lekker. Dus ja, als je niet weet wat je wil, ik zou deze echt testen. Dan heb ik ook van Lagerfeld For Her van Karl Lagerfeld. Deze is wat zoeter. Deze is wat neutraler. Maar ook echt... Heerlijk, net iets wat zoeter, die anders wat frisser. En dan heb ik ook nog In Love With Cocos van Fugazi. Fugazi is ook echt een van mijn favoriete parfumwerken. Angel Dust is daarvan ook heel lekker. Ja, en deze. Deze is echt heerlijk voor de zomer. Een beetje, echt een minimale kokosgeur, maar helemaal niet heel overheersend. Maar echt super lekker. Dus ja, link staat in de beschrijving. Check it out. Probeer eerst een maand voor maar €8. En kijk of dat voor je is. Maar ik kan haast niet geloven dat iemand dit niet heel vindt. Ik ga hem even verder klaarmaken. Ik ben nu helemaal klaargemaakt. Ik ga zo meteen sporten. En vanavond komt Stan hier gezellig weer heen. Helemaal zin om hem te zien. Ik ben terug van het sporten. Ik zie er echt helemaal niet sport uit. Alsof ik niet heb gesport, zeg maar. Er kwam een leuk pakketje binnen. Van Baumau. Merk van het Sofielijn van Thomas en Max. Ik ga het even laten zien. Kijk hoe leuk. Echt, I love the branding. So much. Kijk. Hoe leuk. Dit zijn dus noedelstokjes. En hoe cute zijn deze. Ik vind het echt niet normaal. Kijk nou. Oh, dit
Het is zo leuk. Vanaf nu ga ik altijd deze gebruiken. Echt. Freaking love it. Dinner is ready. Ik heb dus het salade receptje van TikTok. Dat is heel makkelijk. Met orzo en nou, allemaal groenten. En dan gewoon een kipburger erop. Echt heel simpel. Maar ik hoop wel lekker. En Stan is weer gezellig. Het is inmiddels 8:30. Lekker gegeten. Stan is nu aan het sporten. Ik ben even een beetje aan het op mijn laptop. Lekker gedoucht snel. De chillpokkie aan. Ik heb een beetje zelftan opgedaan. Dat was hard nodig. En ik word gewoon zo blij van de zon. Ik heb wel echt een beetje een dipje. En ja, ik weet even soort niet helemaal waardoor het komt. Ik zit gewoon even soort niet op mijn plek. Ik vind het lastig dat ik veel thuis ben. Ook al hou ik heel erg van thuis. Maar dat, ja, dat je niet echt een werk hebt of zo. Nou, ik kan het echt uitleggen. Maar I don't know. Het valt me allemaal even zwaar en lastig. En ik weet, over een paar dagen is dat weer weg. Dus ik kan nu helemaal gaan ranten over hoe kut ik me voel. Over 3 dagen denk ik. Waar de fuck heb ik het over? Dus ja. Komt helemaal goed. Een hele goede dag. Ik heb lekker vanochtend gesport, wou ik zeggen, maar zo niet waar. Een ijsbad gedaan en een sauna met Coco. Maar ik was mijn camera vergeten, want het was heel vroeg en ik was even nog niet helemaal wakker. Ik ga nu lekker Bridgerton kijken en ik ga me zo meteen klaarmaken. Want ik heb een event, een sportevent. Dus ik ga zo meteen sporten met Liquid IV. En dat is een soort electrolytes drankje dat je extra hydratatie geeft. En ik heb lekker leftovers van gisteravond, maar dat heb ik al gezegd, weet ik niet meer. Nou, makkelijk. Ik heb me even helemaal klaargemaakt. Oh, ik moet even een nieuwe batterij in de camera doen. En ik ga nu naar het event toe. Het is dus een workout met Jutta Leerdam. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Mijn vingers gaan echt op het moment afvallen. Nou, maakt niet uit. Dus dat is heel leuk. Maggie is er ook. En Rosa is helemaal gezellig. En ik ga daar even lekker met de auto naartoe. Want daarna ga ik meteen door naar Stan. Helemaal gezellig. En leuk. Nou jongens, het gaat echt weer helemaal fout. Wij staan bij die fucking parkeergarage. Is die vol. Staan we gewoon in de rij met iedereen. Gewoon geen beweging in. Dus nu zijn we heel ver ergens geparkeerd in Noord. En hebben we dus nu een Uber die er echt nu aankomt. Ja, moeten we even naar buiten? Ja, laten we doen. Hij is er echt over 1 minuut. Maar ja, dus wij daar wachten. Iedereen op een gegeven moment keren eruit. Want nou, het werkt natuurlijk niet. Dus nu zijn we ergens in Noord. En ja, we moeten erheen met de Uber. Maar die workout die begint dus zeg maar over 9 minuten. Oh, dat is wel echt heel erg hoor. Ja. Ik kom ook nooit te laat. Nee. Helemaal niks voor mij om te laat te komen. Ik vind haar echt mooi. Het is echt pretty. Nou, wat gezeik. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik ga zo. Alrighty. Terug van het event in de auto. Lekker een uur. Nou, 50 minuten in de auto. Want straks ben ik ook wel weer veel. Het is precies 4 uur. Maar we hebben wel leuk gesport. We kregen een sportlesje van Jutta Leerdam. Fucking leuk. Fuck, ik ben vergeten een nieuwe batterij erin te doen. 12 minuten vertraging ja, op de Amsterdam. Dan krijgen we het al. Oh, dit. Nou ja, maar het was wel heel gezellig. En gezellig met Roos. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik was vanochtend wakker geworden Stan. Toen was ik weer veel te laat wakker geworden. Moest ik snel racen. Heb ik net even gesport en mijn nagels laten doen. Kijk hoe clean ze weer zijn. Echt, I love it. En ik ben snel onder de zonnebank geweest. Maar voor mijn gevoel zie ik echt gewoon nul verschil. Ik heb echt 17 euro betaald voor niks. Maar goed, ik ga zo meteen. Ik ga natuurlijk altijd in een ijsbad bij Renaissance. Maar nu heeft Season Stars dus ook een soort lesje waarin je in de sauna gaat en in een ijsbad. Dus ik ben heel benieuwd. Dat ga ik even lekker uitproberen. Gezellig met Maggie. En vanavond ga ik gezellig uit eten met Stan. Dus dat is ook helemaal leuk. Dus helemaal zin in. En ik heb ook echt een gezellig weekend. Dus. Oeh, ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen voor de vakantie. Ik heb een pakketje binnengekregen van Luna Swimwear. Dat is het bikinimerk van Isa Luna. En ze vraagt of het gevraagd of ik een pakketje wilde. Dus dat wil ik zeker. En ik heb een hele leuke bikini. Dus ik ga even aan jullie laten zien. Helemaal leuk ingepakt. Hoe leuk is dit? Ze heeft gewoon een soort
amazing hem gemaakt. Heel, heel cute en leuk. Love it. Wat heeft ze dit leuk gedaan? Nou, helemaal leuk. Dan heb ik hier deze bikini. Ik heb een paarse. Zat deze ook in het roze? Ik ga hem nu even aantrekken, kijk hoe het staat. Nou jongens, ik had dus een lesje gedaan bij Saint voor de Body Wellness. Echt zo leuk. Het was echt geweldig. Ik vond het echt top. Het was een sauna en dan de ijsbad. Het was echt heel erg leuk. Had ik jou nog helemaal, heb ik jou nog helemaal niet verteld? Wat heb je niet verteld? Dat lesje van die sauna en het ijsbad. Dat was echt heel leuk. Holy sauna. Holy Wellness. Dat was heel leuk. Ik moet echt samen gaan. Maar we zijn nu lekker. We gaan met Maggie toch? Jij was met Maggie. Heb je vandaag met Maggie gedaan? Ja. Oh. Ja, dat was echt heel leuk. Hoe was het? Ja, het was echt heel leuk. Best wel zwaar in die sauna, 20 minuten. En dan om de 5 minuten kwam er water bij en zo. Maar goed, we zijn nu lekker op date night bij Ela. Hij zit op de Ela's gracht. Ela, ja. Oh. We hebben natuurlijk allemaal lekkere dingetjes. We hebben lekker steekje taart. We hadden net een cocktail trouwens met lychee, die was niet normaal. De buurzorg vis, lekker olijfjes. Maar er komen er nog meer dingetjes aan. Nou, eet smakelijk. Oh, het is zo lekker allemaal. De steek tot daar moet je echt nemen. Het is pittig. Dit. Heel goed. Ja, maar dan moet je een beetje in die saus. Snap je? Die saus die neutraliseert de pittigheid. Wat is burrata dan? Een soort mozzarella. Wat is burrata? Dit. Ik zie hem alleen niet. Oh hier. Mm. Nou, vind je heel pittig hoor. Jij niet. Lekker. Nou, het is zo lekker en zo gezellig hier. Het is echt helemaal gezellig. Ja, misschien nog een wijntje. Nou, leuk glas. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag. Stan, die moest vanochtend al weg voor voetbal. Maar ik ga nu ook richting daar. En de laatste wedstrijd van het seizoen kijken. Het wordt een spannende wedstrijd. Maar als het goed is, gaat het wel goed komen. En daarna gaan we gezellig weer naar Amsterdam met de girls. Klaarmaken. We eten hier. En dan gaan we naar W vanavond naar een party. Nou, ik ga even mezelf. Nee, ik heb mezelf klaargemaakt. Ja. Lipgloss. Bozelaas, ja. En in dat witte kastje op die witte kast. Witte ding. Nou, daar is geen oog anders dan ander. Nee, dit is parfum. Dat weet ik niet. Is het zo met ons? Ja, hij staat aan, hè? Is dat ja, nu een ja. Okay, dan ga ik... Oh, maar het kan dus ook gewoon met normale wimpers natuurlijk. Als je dit ziet, maar het kan ook zijn wimpers. Heb je wat gezien ja. Die erbij staat? Hey Anne. Juju. Ik wel. Yeah. Hey! We gaan nu naar de party. Het was echt fucking gezellig bij mij thuis. Ik heb mijn hele mouw nat gegooid. Taxi is er. Iedereen is er. Hi! Ze komen eraan hoor. Waar is onze taxi dan? Nee.